Hallo allemaal, welkom bij Kijk Beweeg TV. Bij ons krijgt u dagelijks bewegingsoefeningen voor iedereen. Ook als je misschien wat minder lenig bent. Maar natuurlijk ook voor mensen die iets meer uitdaging willen, bijvoorbeeld met gewichtjes of waterflesjes. Beweeg je met ons mee? Hallo allemaal, welkom bij Kijk Beweeg TV. Wat leuk dat jullie weer meedoen. Vandaag krijgen we een aantal oefeningen voor de coördinatie en wat kracht. Daarbij gebruiken we onze benen, de romp uiteraard en natuurlijk ook de armen. Ik ga even stevig doorstappen. Neem de armen hierbij mee. Denk erbij aan de ademhaling. Mochten er oefeningen tussen zitten wat lastig is, neem je gerust even een rustpauze of pas het aan op je eigen tempo. En tussendoor een glaasje water pakken, kan uiteraard altijd. Heel goed. Oké, dan pakken we ook even een zijwaarts tik. Heel goed. Keurig. Gaan we verder stappen. Oké, dan mogen we even reiken naar voren. Onze linkerbeen los van de grond. Nog een keer, heel goed. Mocht het te lastig zijn, neem je gerust een leuning of een stoel vast. Heel goed. Wissel. Heel goed. Nog drie. Nog twee. Laatste. Heel goed, gaan we verder stappen. Oké, met onze rechterarm komen we rustig omhoog. Hop. Een zwaai door. Keurig, hou een actieve houding. Dus de buikspieren en rompspieren blijven goed aangespannen. Heel goed. Wissel. Linkerarm. Uiteraard kunnen deze oefeningen ook zittend. Denkt u vooral aan de ademhaling. Heel goed. Gaan we door met onze rechterarm. Mogen we hem helemaal doordraaien. Helemaal door. De oefeningen die we doen, mogen uiteraard geen pijn doen. Dus let u daar vooral op. Even voorwaarts. Heel goed. Mocht het te lastig zijn, pas de oefening aan op je eigen tempo. Heel goed. Wissel. Keurig. En nog twee keer naar achter. Heel goed. Oké, schud even goed de armen los. Gaan we even verder stappen. Keurig. Gaan we even stevig staan. De voeten heupbreedte. De handen mogen even op de buik. En dan proberen we rustig met onze romp een draai te geven. Andere kant ook. Heel goed. Oké, schud even goed de schouders, de benen, de armen los. Gaan we verder stappen. Keurig. Oké, zijstap achter. Zijstap achter. Mocht het te lastig zijn, pas het tempo aan. Zittend kunnen deze oefeningen uiteraard ook. Heel goed. De oefening die we nu gaan krijgen is een combinatieoefening. Ziet er als volgt uit. De oefening van net hebben we al gehad. Dus naar voren, de Superman eigenlijk. En nu pakken we ook even zijwaarts. Dus naar voren reiken en opzij. Keurig. Hop. Heel goed.
Denk nog steeds aan ademhaling, ook als u helemaal uitrekt. Keurig. Mocht het te lastig zijn, houdt u gerust een stoelverleuning vast. Oké, wissel. Andere kant. Eerst naar voren. Dan opzij. En mijn benen doen precies het tegenovergestelde. Ga ik naar voren met mijn arm. Gaat mijn benen achter. Gaat mijn arm naar links. Gaat mijn been naar rechts. Heel goed. Nog twee keer. Keurig. Laatste. Heel goed. Keurig. Gaan we verder stappen. Heel goed. Denkt u er vooral aan tussendoor genoeg water te drinken. Of een rustpauze te nemen. En anders gaan we weer lekker verder stappen. Oké, de volgende oefening is handig met een stoel. Mag ik uiteraard staand. We reiken rustig omlaag. En trekken onze knie op. Rustig omlaag. En op. Heel goed. Keurig. Nog drie. Nog twee. Laatste. Heel goed. Wissel. Schud even eerst goed de benen los. Gaan we weer. Linkerbeen. En op. Heel goed. Hou alsnog de rugleuning van de stoel goed vast. Mocht dat nodig zijn. Ook wij maken fouten. Keurig. Oké, dat was hem. Schud de benen goed los. Stap even verder. Keurig. Mogen we even appels gaan plukken? Proberen we even zo hoog mogelijk in de boom te reiken. En weer terug. Andere kant ook. Heel goed. Hop. En blijf reiken. Keurig. Andere kant. Nog twee. Laatste. Oké, schud even de armen goed los. Gaan we verder stappen. Mochten er oefeningen tussen zitten die lastig zijn voor u, neemt u gerust even een rustpauze en anders even een slokje water. Of voer het uit op uw eigen tempo. Oké. Mogen we even rustig doorzakken en de knieën optrekken. Zak door en op. Heel goed. Deze oefening is goed uit te voeren met de stoel in de handen. Heel goed. Nog vier. Drie. Twee. Laatste. Heel goed. Oké, stappen we verder. Nu gaan we even stabiel staan. Dus de voeten heupbreed ongeveer. De handen in de zij. Of uiteraard de handen vast aan de stoel. En dan komen we even met onze hakken van de grond en onze tenen van de grond. Goeie oefening voor de onderste kuitspieren. Heel goed. Denk nog steeds aan die ademhaling. 3. 2. Laatste. Heel goed. Gaan we even verder stappen. Keurig. Gaan we weer een coördinatieoefening uitvoeren. En dan ziet er als volgt uit. Een brede pas. Mogen we even rustig gaan waggelen. En na 3 houden we hem even vast. Heel goed. En door. En weer vast. Heel goed. Waggel voorzichtig. Het mag geen pijn doen. Oefening is goed te combineren. Net als je een stoel vastpakt. Heel goed. Nog 2 keer. Op links. Heel goed. De laatste. Keurig. Heel goed. Schud even de benen goed los. De arm ook als dat nodig is. En dan stappen we even lekker door. Heel goed. Oké, dan gaan we even stevig staan. De handen mogen aan één kant van de romp. En dan draaien we eigenlijk door naar de andere kant. Heel goed. Denk daarbij nog steeds aan de ademhaling. Heel goed.
Rustig doordraaien. Keurig. Nog 3, 2, 1. Oké, schud even goed de armen los. Gaan we even verder stappen. Heel goed. Oké, we gaan even een tennisoefening uitvoeren. En dat ziet er even als volgt uit. We gaan even onszelf lang maken. Onze handen en onze armen zijn even gestrekt. We proberen even zo de bal te raken boven ons hoofd. Rijk naar de bal. Tik. Rijk naar de bal. Heel goed. Alsof we de surfers ingaan. Heel goed. Nog 4. Nog 3. Zoals je ziet kan de oefening ook prima zittend. Laatste. Oké, wissel. Heel goed. Keurig. Blijf even serveren. Heel goed. Nog 4 keer. 3, 2. Laatste. Oké, schud even goed de schouders los. Dan pakken we zo meteen nog 1 keer. Dezelfde oefening. Mogen we eerst even gaan stappen. Kom weer tot rust. Geef de arm even goed rust. Pak anders even een slokje water als dat nodig is. En denk vooral aan uw eigen tempo. En dat die oefeningen zo goed mogelijk uitgevoerd mogen worden. Oké, dan gaan we weer. Armen gestrekt over het hoofd. Dan gaan we weer. Raak. Heel goed. Raak de bal. Hop. Hop. Keurig. Mocht het makkelijker zijn, kunt u ook even een verende beweging maken in de benen. Nog 3. Nog 2. 1. Wissel. Andere kant. Heel goed. Keurig. Nog 4. 3. 2. 1. Heel goed. Keurig. Deze oefening is uiteraard heel belastend voor de schouders. Dus ik probeer nu even iets op te rekken. Mogen we even om en om. Eerst rechts, vervolgens links de schouders optrekken. Even weer tot rust komen. Heel goed. Voorzichtig. Eerst rechts, dan links. Hou wel een rechte houding, zowel staand als zittend. Oké, schud ze even goed uit. Dan probeer het even met de schouders tegelijk. Trek op en ontspan. Op en terug. Op. Heel goed. Nog 3, 2, 1. Heel goed. De schouders mogen ook even naar achter en terug. Achter en terug. Achter. Heel goed. Nog 3, 2, 1. Heel goed. Keurig. Gaan we door met stappen. Oké, armen omhoog even gestrekt en dan gaan we weer rustig draaien. Voorzichtig naar achter draaien. Zorg dat het geen pijn doet. Heel goed. Ook een aantal keren naar voren. Heel goed. Keurig. Wissel even van arm. Heel goed. Keurig. Ook achterwaarts. Denk nog steeds aan die ademhaling. Heel goed. Oké, schud even de armen goed los, de schouders goed los. Pak even de stoel erbij. Gaan we even op de punt van de stoel zitten. Een rechte houding aanhouden. Dus de buikspieren, de rugspieren zijn recht. Dan mag ik even mijn handen kruisen aan de binnenkant van mijn bovenbeen. En dan mag ik even proberen om mijn benen van elkaar af te duwen. Dus ik duw mijn benen van elkaar af. En weer terug. Heel goed. Voelen we de spanning aan de buitenkant van het been? Mag het nog een keer? Heel goed. En weer terug.
Nog twee keer. Heel goed. Laatste. Keurig. Schud even de arm goed los. Doen we het bijna hetzelfde, alleen nu aan de binnenkant. Dus mijn armen blijven gekruist. En nu duw ik mijn benen naar binnen. Dus duw naar binnen. Heel goed. Dus de binnenkant van mijn been wordt hierbij geactiveerd. En duw. Keurig. En duw. Terug. Nog twee keer. Heel goed. Laatste. Oké, schud weer goed de armen los. De benen los. Oké. Mogen we even met beide handen op onze buik gaan zitten. Rechte houding. Buikspier, rugspier zijn aangespannen. Maar proberen we even te ademen door onze buik. Dus dan komt mijn buik rustig naar voren. En weer terug. Nog twee keer. Oké, en ontspan. Pak even de stoel vast of anders de handen in de zij. Dan mogen we even rustig ons been vooruit schoppen. Even in een ontspannen houding. Heel goed, wissel van been. Heel goed. Deze oefening kan uiteraard ook staand. Voer hem nu even zittend uit. En de volgende oefening mogen we ook even proberen. Dat is onze been zijwaarts. Mag met een gebogen been zittend, mag ook met een staande been, mag ook staand met gestrekte been. Heel goed, wissel. Keurig. Denk voornamelijk aan de rechte houding. En dat u blijft ademhalen. Oké, heel goed. Schud even de benen goed los, de armen goed los. Rol nog een aantal keren met de schouders. En dan gaan we lekker nog doorstappen. Heel goed. Leuk dat jullie mee hebben gedaan deze aflevering. Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben gehad. Denk vooral ook aan die coördinatieoefeningen die we eerder in deze aflevering hebben gedaan. Mochten jullie vaker naar voren laten komen, dan krijg je daar ook veel de kuimen eruit te knippen. Wat leuk dat jullie mee hebben gedaan met de aflevering. De oefeningen die we in deze aflevering hebben behandeld, kunt u zelf ook altijd thuis vaker uitproberen. En hoe vaker u het doet, hoe beter u daarin wordt uiteraard. Dankjewel voor het meedoen. Tot ziens!